sommige dingen blijven toch moeilijk te volgen. Want als je nou toch kijkt naar de kaart van Europa. Kijk nou even met me mee en kijk naar deze kaart van Europa met coronabesmettingen. En dan zie je gewoon dat bijvoorbeeld in Spanje, zie je daar, helemaal in het noordwesten, daarbovenin, Galicië, dat is groen. En dan zie je een beetje daar, meer in het zuiden, daar, dat zijn wij, hier, ja, dat zijn wij. Dat is van Valencia tot aan Alicante, dat is ook groen. Ja, en niemand vraagt zich af, in Nederland, waarom zitten die mensen in een groen gebied? Dat zal ik je uitleggen, waarom wij groen zijn en wij zijn veilig. Dat is omdat de maatregelen hier heel gedoseerd zijn opgelegd en afgebouwd. Dus elke keer gaven ze weer een kleine versoepeling. En als het niet werkte, hup, dan werden de touwtjes weer een klein beetje aangetrokken. En wat ze ook al die tijd hebben gedaan, dat is dit. En ik weet, ja, er wordt verschrikkelijk om gelachen in Nederland. Jullie vinden het niks, dat weet ik wel, dat mondkapje. Maar dat mondkapje, dat hebben we hier al die tijd op straat opgehad. En overal, in winkels, in waar je ook kwam, mondkapje voor. En ook buiten, op straat, mondkapje voor. Dat was de regel en daar hebben we ons aan gehouden. En nu pas mogen we binnenkort voor het eerst het mondkapje mag dan af. Dit mag af op straat. Hè? Maar wel overal, in winkels, in het openbaar vervoer, waar je verder ook komt, wel mondkapje op. Ook al zijn we groen, je ziet, ze zijn hier nog steeds heel voorzichtig met de maatregelen. Maar niet in Nederland. Nee, in Nederland doen we dat niet. Nee, in Nederland zijn we rood en we zeggen, hup, alle maatregelen weg. Versoepelingen, 100% bijna. Het enige wat je nog moet doen is 1,5 meter en zoek het verder uit. Hoe is dat nou toch mogelijk? Hoe kan dat nou? Waarom neem je nou al zoveel risico met die Delta variant die ook nog eens een keer overal rondgaat en je hebt nog lang niet iedereen gevaccineerd? Ja hoor, Nederland zegt geen enkel probleem. En wat zie je nu dus ook in winkels en in openbaar vervoer? Iedereen doet maar een beetje raak. Geen mondkapjes worden meer voorgedaan. Mensen knuffelen elkaar zelfs alweer op straat. En het is van, hey, alle remmen los en hola die, hola die. Nou, en dan gaan we straks ook nog allemaal naar Boedapest. Ja, en dan gaan we daar ook oranje feesten geven. Allemaal tot je dienst. En dan komen we straks allemaal weer terug in Nederland. En dan hebben we de poppen weer aan het dansen. Nou, ik kan het niet volgen. Ik begrijp er geen ene malle moer van. Ik zou alleen maar tegen jullie willen zeggen, kijk in godsnaam uit.